Nu dus, zoals ik al zei, TROS Aktua in bedrijf. Zo. Ja, het kan vriezen, het kan dooien. Gelukkig vriest het nu. 20 graden gevroren vannacht. En dan gaat het toch niets boven schaatsen op echt Nederlands natuurijs. De grote vraag is echter, hoe blijf je overeind? Nou, dat kan allemaal dankzij dit fraaie product van de Nederlandse meubelindustrie. Het schaatsen zelf, dat blijft natuurlijk heel vermoeiend. En over die Nederlandse meubelindustrie gaat het vanavond in TROS Aktua in bedrijf. Ja. Probleem. Kunnen jullie me even helpen, jongens? Goedenavond, dames en heren. En heel hartelijk welkom vanuit het World Trade Center in Amsterdam bij alweer de 21ste aflevering van TROS Aktua in bedrijf. We zijn volwassen. Dat is wel erg veel, 21. Ja. Ja, en als je 21 afleveringen hebt geproduceerd, dan hoor je eigenlijk een beetje bij het meubilair van de Nederlandse televisie. En daarom leek het ons een goed idee vandaag eens een kijkje te gaan nemen in de Nederlandse meubelindustrie. Ja, en gaat u er in uw eigen stoel of bank nou maar eens lekker voor zitten, want er gebeuren een hele hoop leuke dingen in die meubelindustrie. Naast dat brancheportret zullen er in het eerste deel van het programma weer de meest uiteenlopende actuele zaken aan bod komen. Daarin kunt u onder meer gaan kijken naar schone lucht in Taiwan, dankzij een bedrijf uit Scherpenzeel. Een Zuid-Afrikaanse bank die koos voor Nederlandse palmbomen. Doeltreffende Nederlanders in Barcelona, en dan hebben we het niet over voetballen. Een Japans bedrijf dat een vorkje meeprikt in Almere. 6 mannen die strijden om de titel manager van het jaar. En een revolutionair idee om nog stabieler te sturen. We beginnen met een fabriek uit Scherpenzeel die ervoor heeft gezorgd dat de lucht in Taiwan aanzienlijk is opgeklaard.